Hartelijk welkom mensen bij een nieuwe MacPixel. Eigenlijk een kleine serie waarin ik eigenlijk de wereld moet redden van de gemeene bom die binnen 20 seconden kan oploffen. Ik ben Vincent van DaVinci Games en tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Yeah, we zijn in MacPixel. Ik ga hier even MC Pixels. Oké, we moeten alle rondes doen. Dit is de laatste ronde die we doen. We hebben ronde 1 en 3 gedaan. En de enige ronde die we moeten doen is ronde 2. En dat is Explodelicious. Oké, dat klinkt heel grappig. Is het natuurlijk niet. We hebben 6 levels. En in die levels moeten wij dus... Ik zie een meneer, de pastoor. Het lijkt net Harry Potter. Dat hoef ik niet te zien. En ik snap dat het nu ontploft is. Ik hoef geen onderbroek te zien van een meneer die een rokje draagt. En dit is een gasstation. Of een tankstation. Nou, deze meneer is lekker aan het tanken. Die heeft een lekkere pet op. Hallo meneer. Nou, hij slaat me keihard een bloedlip. Dat heeft rare gevolgen. En daardoor ontploft het hele tankstation. Lekker met al die gassen. En hier zien wij, is dit de bom? Daar zit de bom in. Ik zou dat niet meer doen tegen een videocamera. Kijk uit mijn videocamera's. In deze webcam is misschien ook wel zo'n bom. En dit is een kerk. Lijkt het op een kerk. Holy crap. Ik ga deze... ga ik gebruiken voor de auto. Ik weet niet of dit nodig is. Ik hoop dat ik die vrouw kan aanrijden die die bom... Ja. Ja. En de UFO-tank is er ook weer in volgende... Godverdomme. Het Chinese restaurant. Ik had er veel vertrouwen in dat ik dat had gehaald. Holy crap. Kung Fu fighting, jongens. Oh, een pokeball. Oké, ik heb een ander idee voor die. De supermarkt is de laatste en we hebben nog helemaal geen moer bereikt. We hebben nog niks gehaald. Ik zie een waterpistool en ik denk dat ik deze omver moet schieten. Wat? Wat doet hij? Oké, ik heb precies de voorbeelden laten zien die je niet moet doen om een bom onschadelijk te maken. We gaan eens kijken. Deze vrouw. Ik ga ze haar schoppen. Ze scheidt de bom uit. Dus die vrouw is schuldig. Dus we moeten die vrouw proberen weg te lokken. Dat is nu wat we nu weten, hè? Het gasstation. Komt u maar. MacPixel, ik weet het. Dit tankstation heeft een lontje. En dat lontje gaat nu harder branden. Waardoor dus waarschijnlijk... Ja, volgende. Ik kan met spatie trouwens skippen. Dat scheelt heel veel tijd. Deze vrouw. Ik pak de zon. En die plaats ik in haar... zodat ze bruin wordt. Deze. Ik weet misschien wat we kunnen doen. Als we dit nou gebruiken in die vrouw. Holy crap. Oh. Gaat die niet lukken. Sushi bar. Als ik deze dynamiet nou gebruik. In die pokeball. Supermarkt. Dit is echt een hele pittige. Dit is een hele lastige. Ik pak het boek af van die meneer. Die boek geef ik aan die mevrouw. Alsjeblieft mevrouw. En u mag weg. Ze verandert in een slang en leeft nog lang en gelukkig. Maar ik niet, want alles explodeert. Even kijken, deze deur. Wat zit erachter? Niks. Moet ik die slang voor pakken van die auto? Ook niet. Ik geef een trap aan de auto. Er gebeurt niks. Nou, volgende. Ik pak een wolk. Die gebruik ik daarin. Ik eet de wolk op. Er gebeurt niet veel en alles ontploft weer. Fijn. Ik pak deze. Ik gebruik hem bij die meneer. Ik draai hem in zijn kont. Er gebeurt wat. Er gebeurt niks. Het is gewoon een smerig gezicht. Deze. Pokeball. Geef hem aan die meneer. Hij vangt mij erin, dus dat helpt niet. Deze. Pistool. Geef hem aan deze meneer. Ik schiet mezelf in mijn mond en ik pis over de man heen. Ik denk dat het een alien is. Hij schopt me neer en ik maak het lontje uit met mijn pisstraal. Ik heb hem gehaald. De eerste MacPixel. De volgende. Ik pak dit lontje af en ik tover die mevrouw weg. Nice. De dynamiet blijft over. Waardoor ik dus... Oh, de kikker eet hem op. Mooi zo. Dat is de volgende MacPixel die we hebben gehaald. Ik pak dit lontje op. En ik heb de bonusronde gewonnen. Nou, dat gaat snel. Wauw. Wie pakken we? Die man?
De bonusronde was weer helemaal goed gelukt. We gaan door naar de supermarkt. Ik pak deze regenwolk. En die gebruik ik op dat ding. Yes! En zo hebben wij deze ook gefixt. Volgende. Ik moet toch iets gaan doen hier met dit. Die helpt niet. Ik ga naar een event toe. Ik weet niet wat ik bij die moet doen, joh. Dit is echt een hele vervelende. Dat kan ik je van tevoren zeggen. Deze is ook heel vervelend. Ik gebruik dit ding voor de auto. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar hij gaat rijden. Rij maar keihard over die vrouw heen. En dat helpt niet. Ik snap niet waarom dat niet helpt. Sushi bar. Even kijken. Wat kunnen we nog meer pakken in de... Die gebruiken we voor de bom. Helpt dat? Oké, dit wordt echt heel lastig. Ik pak de bom gewoon af van die vrouw. De bom komt tegen de oude man op. De man eet hem op. Was dit serieus de bedoeling? Oké, alleen nog de sushi bar. Het zijn van die rare onnoze dingen dat je denkt van... Was dit het? Even kijken. Wat kunnen we nog meer doen dan... Kunnen we zijn voeten? Iets met zijn voeten doen? Nee, we kunnen daar niet in de buurt komen. Deze gebruiken we ergens op onszelf. In zijn oogbal. Lukt niet. Ik pak zijn hoofd beet en ik sla erop. Hij gaat wat doen. Ik snap hier geen reet van. Wacht hè. Ik pak deze pokebal en ik doe hem tegen zijn hoofd aan. Ik pak deze pokebal en ik doe hem tegen zijn onderbroek. Yes! Dat was hem! Je moet gewoon op het juiste moment klikken. Of op het juiste plek moet je klikken. Ik denk dat ik eigenlijk mezelf een schouderklop mag geven. Ik weet het niet zeker. De wereld is gesaved. Locked. We kunnen nog steeds niet naar binnen. En waarom kunnen we niet naar binnen? MacPixels. Kunnen we daar naar voren? Mensen, dit was MacPixel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende video. En ik hoop dat jullie de volgende keer kijken. Ik weet niet wat ik nu verder kan doen, maar voor mij heb ik heel het spel uitgespeeld. Nou, het was wat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!